Welkom bij het achtste college fonologie. Het college dat gaat over de hogere orde fonologie. Hogere orde in de zin van fonologie over grotere dingen dan de voet. Het woord en alles wat groter is dan het woord. Normaal gesproken schrijven we een hiërarchie van fonologische elementen van klein naar groot. De kleinste elementen zijn dan de kenmerken, die zijn gegroepeerd in segmenten, die zijn gegroepeerd in syllabes, die zijn gegroepeerd in voeten, die zijn gegroepeerd in woorden. En die zijn gegroepeerd in fonologische frases, zoals we dat noemen, die op hun beurt weer gegroepeerd zijn in zogeheten intonatiefrases. En die zijn op hun beurt weer gegroepeerd in utterances, in uitingen. We hebben de hiërarchie tot aan het woord bekeken en we gaan nu naar die hogere orde fonologie kijken. De fonologen, de geleerden die zich bezighouden met die hogere orde fonologie zijn personeel gezien vaak andere mensen dan de mensen die zich bezighouden met die lagere orde fonologie. Er zijn ook wel mensen die het allebei doen, maar het is vrij bekend onder fonologen dat je ofwel een voorkeur hebt voor het ene ofwel een voorkeur voor het andere. En dat is ook niet zo gek in die zin dat je echt met andere dingen te maken hebt als je met die, naar die lagere orde fonologie kijkt. Dan wanneer je naar de hogere orde fonologie kijkt. Bij de lagere orde fonologie heb je, dat hebben we gezien, heel veel te maken met het lexicon. Het gaat heel erg over de interpretatie van wat er nou precies in het mentale lexicon zit. Hoe zitten woorden in je hoofd opgeslagen en hoe komen ze eventueel dan weer uit. Maar het gaat dus heel erg over het lexicon, over het geheugen, over hoe vormen in elkaar zitten in je geheugen. En bij die hogere orde fonologie speelt dat lexicon eigenlijk per definitie geen rol meer. Dan gaat het over, als je woorden aan elkaar voegt, hoe interpreteer je dat dan? Wat voor een soort dingen doe je dan met de klank? Wat voor een intonatiepatroon? Een van die constituenten heet intonatiefrasen. Wat voor een intonatiepatronen leg je daar dan op? Dat vereist dus meer belangstelling voor syntaxis, voor semantiek, voor pragmatiek, voor de structuur van gesprekken misschien zelfs wel. En minder voor het lexicon. Ik denk dat je kunt zeggen dat daar misschien wel die tweedeling vandaan komt. En sommige mensen vinden dat ene interessanter, anderen vinden dat andere interessanter. De reden waarom ik in deze reeks maar één college heb dat gaat over die hoge orde fonologie, weerspiegelt, ja, misschien weerspiegelt het ook wel mijn eigen belangstelling, maar het weerspiegelt ook wel, hoop ik, vooral een soort personele belangstelling. Er is veel meer werk over lagere orde fonologie dan over hogere orde fonologie. De meeste, misschien als je geïnteresseerd bent in syntaxis, semantiek enzovoort, dat je dan eerder syntacticus of semanticus wordt of zoiets. Dat is, ja, dan nu ik dat zeg, daar zit denk ik ook wel wat in. Dus intonatiewerk wordt ook wel gedaan door semantici enzovoort. We gaan twee soorten evidentie bekijken voor de hiërarchie. Namelijk eerst wat fonologische evidentie, vooral over de hogere orde punten in de hiërarchie. Vooral over die hogere orde, omdat we de lagere orde al hebben behandeld. En daarna wat morfologische, morfosyntactische evidentie misschien wel vooral de lagere plaats in de hiërarchie, morfologische evidentie die we nog niet hebben gezien tot nu toe. Dus vandaag wat aandacht voor eerst die fonologische evidentie voor die hogere orde fonologie. En dus het snijpunt van hogere orde en lagere orde ligt duidelijk bij het woord. Hogere orde fonologie gaat vaak over accent, over klemtoon, over waar leg je de zinsklemtoon, hoe leg je intonatiepatronen enzovoort. Lagere orde fonologie hebben we al gezien, gaat over stemhebbendheid en dat soort dingen. Nou, bij het woord vind je eigenlijk nog evidentie voor allebei die dingen. Er is duidelijk evidentie voor het woord vanuit klemtoon. Dat hebben we gezien. Dus in een fonologisch woord wordt gedefinieerd doordat het één hoofdklemtoon
heeft. Het is de constituent met één hoofdklemtoon. En maar omgekeerd gaat het natuurlijk ook dat iedere hoofdklemtoon een aanwijzing geeft dat er een fonologisch woord is. En niet alleen maar een aanwijzing in de zin van een aanwijzing voor de luisteraar die dat dan hoort, maar ook een aanwijzing voor ons, analisten van de taal. Er is, als je een stroomgeluid in een taal bestudeert, vind je regelmatige accenten in een klemtoontaal, vind je dit, en dat blijkt te corresponderen grotendeels met iets morfosyntactisch. En ja, dat is dus reëel en dat laat iets zien over de realiteit van dat woord. En dat woord, zullen we zien, is niet per se helemaal congruent met het morfosyntactische woord. Het lijkt er wel sterk op. Het heeft dus, dat het niet congruent is, is dus een aanwijzing dat het toch ook wel iets aparts is. Dat we een apart iets nodig hebben voor het woord in de fonologie dat niet precies overeenkomt met wat we nodig hebben voor het woord in de morfosyntaxis. En dat is op zichzelf, vind ik, een van de interessante mysteries van taal. Dat we kennelijk op die verschillende niveaus net een beetje verschillend omgaan met onze woorden. Hoe dan ook, een vorm van evidentie voor het woord is dus dat voorkomen van woordklemtoon. Niet alle talen hebben dat, maar sommige talen wel. Maar ook stemhebbendheid kan een vorm van evidentie zijn voor het voorkomen van een woord. In Italiaanse dialecten, met name in noordelijke Italiaanse dialecten, spreek je een S soms uit als een Z. Dus wat je schrijft als een S, spreek je uit als een Z. Maar je kunt ook zeggen, in die omstandigheden komt nooit een S voor, dus los van de spelling. In sommige omstandigheden tussen twee klinkers komt nooit een S voor en komt wel altijd een Z voor, terwijl die Z eigenlijk in allerlei andere contexten niet voorkomt. De S en de Z, dat is een term die heel belangrijk is in de fonologie, zijn in complementaire distributie. De S komt voor in sommige fonologisch omschreven plaatsen, de Z komt voor in sommige andere fonologisch omschreven plaatsen en ze komen niet in mekaars plaats voor. Dat ze in complementaire distributie voorkomen, dat geeft ons een aanwijzing dat het in zekere zin in ons hoofd weer, in ons geheugen, één klank is die zich alleen maar in dit geval in stemhebbendheid aanpast aan de omgeving. Nou, een omgeving van twee klinkers die vereist een Z liever dan een S. Waarom? Omdat die klinkers zelf stemhebbend zijn. En dan hoef je die stemhebbendheid niet uit te zetten. En zodoende zeg je in die noordelijke Italiaanse dialecten niet isola, maar isola. Want de S, Z staat daar tussen twee klinkers, I en O. En moet dus worden uitgesproken als een Z. Je zegt ook case voor huizen in plaats van case. Maar je zegt niet Amosandra voor Amosandra. Daar wordt die S, hoewel die tussen twee klinkers staat, de O en de A, niet tot een Z. Waarom niet? Omdat Amo en Sandra twee verschillende woorden zijn. Dat begrip woord is dus kennelijk van belang voor het bepalen of iets wel of niet stemhebbend kan worden. Het gebeurt binnen een woord en niet tussen twee woorden in. Nou, dat is dus op zichzelf al een aanwijzing dat hier iets aan de hand is. Het is ook van belang, denk ik, dat het hier gaat over dialecten, dus niet over standaardtaal. Dialecten die niet per se gespeld worden. En als ze wel gespeld worden, waarvan niet per se alle sprekers die spelling kennen. En desalniettemin is die neiging er van nature. Interessant is nu dat het ook niet gebeurt in een woord zoals asociale. Asociale. Binnen een woord zoals asociale. Dat is binnen een woord. Waarom niet? Ja, dat is wel binnen een woord, maar dat is een prefix gevolgd door een ander woord. A is een prefix. Negatief prefix. Asociaal kennen we natuurlijk ook. En dat is het tegenovergestelde van sociaal. En er is dus een soort grens, woordgrens, toch nog, namelijk het begin van het woord,
tussen A en sociale. In Kaze, wat ik eerder heb genoemd, Kaze, is er ook een soort grens, namelijk tussen kas en e, want e is een meervoudssuffix. Maar dat telt dus niet. Dus sommige grenzen tellen wel en andere grenzen tellen niet. Nou, hoe dat precies zit, daar heb ik eerlijk gezegd in mijn leven veel over nagedacht. Ik weet niet zeker of ik er helemaal uit ben, maar zelfs als ik er helemaal uit ben, is dat niet per se de stof van dit college. Waar het nu in ieder geval om gaat, is dat kennelijk je het woord fonologisch in het Italiaans zo definieert dat asociale niet één woord is en case wel, of isola ook. He? Dus, terwijl morfosyntactisch is asociale één woord, net zoals case dat is. He? Misschien zelfs wel om bepaalde redenen nog meer. Dus dit is een voorbeeld waar de fonologische definitie van het woord niet per se helemaal congruent is met de morfologische definitie van dat woord. Nou, dit is dus een voorbeeld. Deze Noord-Italiaanse dialecten zijn een voorbeeld dat het fonologische woord soms kleiner kan zijn dan het morfologische woord. Sociale is kleiner dan asociale. Het omgekeerde vinden we ook. Dus een morfologisch woord kan ook soms kleiner zijn dan een fonologisch woord. En dat vinden we als we in Italië meer naar het zuiden gaan, in sommige dialecten, met klemtoon. In veel Italiaanse dialecten ligt klemtoon op één van de laatste drie lettergrepen van het woord. En neem nu dit dialect, het Lucaans dialect. Daarin is zoiets het geval. Dus je zegt winnen. Dat betekent verkoop. En nou, het Lucaans heeft in ieder geval trochee, dat geef ik dan in ieder geval maar even weg. En in het Italiaans heeft ze ook trochee, zo'n beetje aan het eind van het woord zit meestal de klemtoon ongeveer, maar dat is dus een kleine complicatie. En je zegt porta, draag. Als je nu zogeheten clitics, pronomina, kleine pronominale elementen toevoegt, gebeurt er in het Italiaans niks. Je zegt portamelo, portamelo. Dus de klemtoon blijft liggen op por. En die komt daarmee, die verandert daarmee niet. Maar in het Lucaans, als je daar twee suffixen toevoegt, zeg je vinemille, vinemille, vinemille. Dus dan komt de klemtoon te liggen op mi. Waarom? Omdat in dat Lucaans dat hele complex van een werkwoord met die achtervoegsels wordt beschouwd als één fonologisch woord. Morfosyntactisch is het natuurlijk meer dan één woord, maar fonologisch is het één woord. En als het één woord is, dan vinemille, zoals je het in het Italiaans zou zeggen, dan ligt de klemtoon dus niet op de voorlaatste en niet op de voorvoorlaatste. Voorlaatste lettergreep. En dat kan niet. En omdat dat niet kan, verschuift als het ware die klemtoon met het toevoegen van die pronomina naar de voorlaatste lettergreep. Een acceptabelere lettergreep. We gaan een stapje hoger naar de fonologische frase. Die fonologische frase die komt ongeveer overeen met een zinsdeel. Met name als dat zinsdeel een beetje langer is. Dus als ik een lang onderwerp heb en dan een lang gezegde. Mijn grote grijze vriend slaapt iedere dag. Dan is een normale manier van dat uitspreken, mijn grote grijze vriend slaapt iedere dag. En mijn grote grijze vriend is dan één fonologische frase en slaapt iedere dag is ook één frase. Nou wel het geval dat je in het Nederlands wel allerlei evidentie kunt vinden voor het bestaan van het woord. Maar eigenlijk helemaal niet zo heel veel evidentie voor het bestaan van de fonologische frase. Dus kunnen we beter naar andere talen kijken. Dat gaan we zo dadelijk ook doen. Maar één soort evidentie is toch wel interessant om even over na te denken.
En dat gaat eigenlijk weer over discongruentie. Dus hoewel fonologische frases vaak lijken op woordgroepen, zoals fonologische woorden vaak lijken op morfosyntactische woorden, zijn ze toch niet altijd per se van dezelfde omvang. En het voorbeeld komt traditioneel in het Engels, dus ik neem even dat Engels voorbeeld, maar voor het Nederlands geldt het ongeveer hetzelfde. This is the cat that chased the rat that stole the cheese. And this is the cat that chased the rat that stole the cheese. Dat heeft drie fonologische frases. This is the cat that chased the rat that stole the cheese. Maar morfosyntactisch zit het ingewikkelder in elkaar, namelijk recursief. Hè? Dus het is the rat that stole the cheese. En dat is als geheel het leidend voorwerp van the cat that chased. Ja, dus er zit niet een grens tussen rat en that stole the cheese. Er zit geen syntactische grens daar tussen, op de manier waarop er wel een fonologische grens daar normaal gesproken gelegd wordt. Ze lijken op elkaar, maar ze zijn niet precies hetzelfde. En in zekere zin zijn fonologische frases simpeler. Fonologische frases kennen niet zo'n soort embedding. Die prosodische hiërarchie die ik jullie heb gegeven, die is niet recursief zoals een syntactische boom dat is. Sterk, dus je hebt daar iedere voet zit in een woord. En er is een heel klein beetje recursiviteit misschien in woorden, maar ook maar een heel klein beetje. En dan zit ieder woord in een frase, en dan zit iedere frase in een intonatiefrase, en dan zit iedere intonatiefrase in een utterance, en dat is het dan. Nou, een heleboel evidentie voor fonologische frasen vinden we niet in het Nederlands, vinden we eigenlijk ook niet zo heel erg in het Engels, maar vinden we bijvoorbeeld wel in Bantu-talen, daar hebben we ze weer, zoals Chichewa. In die Bantu-talen, de meeste Bantu-talen, wordt de laatste klinker van een frase verlengd. Kijk bijvoorbeeld naar deze voorbeeld uit Chichewa. Dus je zegt mlendo, als je dat apart zegt met een lange e, omdat dat dan één frase is. Je zegt het apart. En dan wordt dus de voorlaatste klinker verlengd. Maar als je er iets aan toevoegt, bijvoorbeeld het woord voor deze, dan zeg je mlendo uyu. Dus die mlendo uyu, this visitor, deze bezoeker. En u wordt dan opeens lang. En die e van Mlendo is dan niet meer lang, want die is niet meer de voorlaatste klinker van deze frase. Nou, zo is ook bijvoorbeeld dus het predicaat wordt over het algemeen samengevoegd. Dus je hebt Mwana Anamyana Nyumba. Mwana, dat is het onderwerp, die heeft een lange klinker. En het laatste woord van het predicaat van het gezegde, het leidend voorwerp in dit geval, heeft ook een lange klinker. Enzovoort. He, dus om goed Tichewa te kunnen spreken, moet je de zin kunnen opdelen in fonologische frases en dan de laatste klinker van iedere fonologische frase verlengen. Ik neem aan dat sprekers van de Chichewa wel iemand kunnen verstaan die dat niet doet, maar zelf doen ze dat als ze moedertaalsprekers zijn van nature wel. En ja, van nature wel, en dat van nature laat toch wel weer zien dat dat verdelen in fonologische frases kennelijk iets is wat je als mens van nature kunt doen. Ook in talen die in heel andere delen van de wereld worden gesproken, zoals in het Bengaals, vind je dat soort bewijs in het Bengaals, hier is een voorbeeld van het Bengaals. Gebeurt er iets met de R die aan het eind van een woord wordt helemaal gelijk aan de volgende medeklinker van het volgende woord, als dat volgende woord in dezelfde fonologische frase staat. Dus kijk even naar deze voorbeelden. Dus omor, chador, tarake, diertje. Ik spreek heel slecht Bengaals. Die R'en die staan allemaal in fonologische frases. Dat zijn die haakjes die ik omheen heb gezet. Die fonologische frases corresponderen bovendien met een lage toon aan het begin en een hoge toon aan het einde. Dus er is een soort
onafhankelijk bewijs voor wat een fonologische frase is. En die passen zich dus niet aan. Maar als je nou sneller spreekt, dat is een kenmerk van fonologische frases, is dat ze enigszins variabel kunnen zijn naar hoe snel je spreekt, naar spreeksnelheid. Dus als je wat sneller spreekt, dan kun je woorden meer samenvoegen in fonologische frases. Dan heb je dus alleen maar een hoogtoon aan het eind van rake in dit geval. En dan die r van amor, die past zich aan de volgende medeklinker en wordt een tje. En de r van dor past zich aan de volgende medeklinker en wordt een t. Dus het Bengaals en het Chichewa, twee talen die niets met elkaar te maken hebben, op heel verschillende delen van de wereld worden gesproken, die laten allebei zien dat sprekers iets kunnen doen, gevoelig kunnen zijn voor de fonologische frase. Intonatiefrases zijn nog een stapje hoger en die doen nog meer wat we nu eigenlijk daarnet een heel klein beetje zagen voor het Bengaals, namelijk die geven intonatiepatronen aan. Als ik spreek, als ik Nederlands spreek, dan doe ik iets met toonhoogte. Dus ik doe niet hetzelfde als wat je doet met als in een toontaal, maar als ik al mijn lettergrepen op dezelfde toonhoogte zou uitspreken, zou ik heel vreemd klinken. Ik doe daar iets anders mee. Ik geef daar intonatie mee. En die intonatie die bevindt zich in intonatiefrasen. Bijvoorbeeld, ben ik geneigd om bij een stellende zin, aan het eind van mijn zin, langzaam hand omlaag te gaan. Als ik dat niet doe, dan gaat dat heel gek klinken. Dan klinkt het als een soort vraag of zoiets. Het is dus een conventie, het is iets wat je weet, als je Nederlands spreekt, dat je aan het eind van een zin met je toonhoogte omlaag gaat. En intonatiefrasen die corresponderen ruwweg, zoals fonologische frasen ruwweg met zinsdelen corresponderen, met hele zinnen. En die zinnen hebben een eigen intonatiepatroon. Iets wat ik bijvoorbeeld ook doe, is als ik een woord extra klemtoon geef, dan maak ik, zoals ik nu deed met klemtoon, dan maak ik de beklemtoonde lettergreep van het woord klemtoon, namelijk klem, maak ik nog wat hoger. Die geef ik een intonatiehoge toon. Als ik het woord klemtoon uitspreek, dan spreek ik dat dus op een wat hogere toon uit als ik er meer nadruk op geef. Die distributie van die hoge tonen, lage tonen. Dus wij hebben wel hoge tonen en lage tonen, maar niet in die lagere orde fonologie, maar alleen in die hogere orde fonologie. Het weerspiegelt niet lexicale betekenis, het weerspiegelt niet de betekenis van een woord. Twee woorden verschillen in het Nederlands nooit van elkaar, doordat de een hoge toon heeft en de ander een lage toon. Maar het weerspiegelt die hogere orde betekenis van, dit is een vraag, dit is een stelling. Het komt een continuatiemarkeer. Dus als ik een opsomming maak van ik eet vanavond bloemkool en sausijsjes en broccoli, dan ga ik ook steeds een beetje omhoog. En dat steeds een beetje omhoog gaan maakt dat het niet een vraag is in dit geval, maar dat het dat je hoort dat het continuatie is. En wat ik dan doe is, ik maak eigenlijk aparte intonatiefrasen van al die dingen. Ik kan er ook wat makkelijker een pauze tussen leggen. En dat zijn intonatiefrases. De studie van intonatie is echt helemaal een soort vak apart. Dat heeft bij wijze van spreken maar weinig te maken met de rest van de fonologie. Dat vereist echt een soort aparte cursus. Het is waanzinnig interessant. Talen en sprekers verschillen van elkaar in intonatie. Het is waanzinnig ingewikkeld, omdat talen en sprekers van elkaar verschillen, maar ook omdat je dus te maken hebt met al dat soort moeilijker grijpbare vormen van betekenis, zoals, ja, wat wil ik eigenlijk met mijn zin bereiken? Maar we kunnen daar dus helaas niet op ingaan. Maar verdiep je er vooral in, want het is een super interessant onderwerp. Bovendien heeft Nijmegen een van de grote experts wereldwijd
op dit gebied in huis. Namelijk Carlos Gusthoven, die de intonatiepatronen van het Nederlands niet alleen heeft samengesteld, maar die ook algemeen geldt als een grote expert op het gebied van analyse van intonatie. Nou, dan tot slot komen we op het allerhoogste niveau. Daar heb ik eigenlijk in zekere zin nog minder over te zeggen, omdat daar ook echt heel weinig literatuur over is. In ieder geval, ik ben helemaal niet bekend met meer literatuur en ik denk dat ik die wel zou kennen. De uiting, de utterance, dat is dus alle zinnen die je zegt in één beurt in een gesprek vooral. Kijk, zo'n monoloog als ik nu tegen jullie afsteek, een monoloog die ik ook nog af en toe een beetje monteer, die geldt, ja, dat is ook wel een soort van utterance, maar toch wat minder nuttig. Maar het gaat vooral over in gesprekken. En in gesprekken, als ik aan het eind van mijn beurt ben, we zijn met elkaar aan het praten en ik ben even bezig om jou iets uit te leggen, dan geef ik op allerlei manieren, bijvoorbeeld tegen het eind van mijn utterance aan, dat ik nu ook inderdaad bijna klaar ben, dat jij je moet gaan voorbereiden om nu weer iets terug te gaan zeggen. En hoewel dit dus een onnatuurlijke utterance is, wat ik nu aan het doen ben, praten tegen mijn tablet, tegen de camera van mijn tablet, doe ik dat toch wel, misschien zelfs wel overdreven. Dus ik zal het proberen deze video niet te doen, maar je merkt, als je kijkt naar mijn vorige video's, en dan zie je dat ik geneigd ben om aan het eind van zo'n video, dus als de allerlaatste zin nadert, nog wat langzamer te gaan praten en nog wat meer nadruk te leggen en mijn stem ook nog wat lager te maken. En dan, dus op dit moment zou ik nu kunnen afsluiten, maar dat doe ik natuurlijk niet. Maar er zijn dus, ja, bepaalde klank aanwijzingen die ik geef over de structuur van wat ik nu allemaal aan het zeggen ben. Of de ene zin volgt uit de andere, of ik aan het eind ben, of dat ik juist aan het begin ben. Er zijn allerlei van dat soort eigenaardigheden die mensen kunnen oppikken. Want als iemand klaar is met praten, dan in een gesprek begint de ander meestal vrijwel meteen daarna te praten. Dus je hoeft niet eerst, ik zal meteen een half uur na te denken over wat is er nu zoal gezegd. Maar die kan meteen beginnen met praten en die heeft dus, dat is dus een soort aanwijzing dat hij op het moment dat die ander klaar is al het antwoord ook heeft klaarstaan. Zo snel volgen die dingen elkaar op. Zo snel kun je niet eens formuleren, bij wijze van spreken. Dus je bent daarmee bezig als luisteraar. En je bent er dus ook mee bezig als spreker om dat te markeren. Bijvoorbeeld zoals ik nu aan het praten ben, dat geeft in een gesprek waarschijnlijk weinig aanleiding om mij nu te onderbreken, omdat wat ik nu allemaal aan het doen ben, heel duidelijk het signaal geeft, ik ben wat mij betreft nog niet klaar. Goed, dat was wat fonologische evidentie voor die hiërarchie, met name natuurlijk voor de hogere orde vormen van die hiërarchie. Ik wil er ook nog op wijzen dat er ook morfologische evidentie is voor verschillende vormen van de hiërarchie. Met name in dit geval eigenlijk voor de lagere orde fonologie. Dat de morfologie lijkt soms gebruik te maken van dit soort fonologische constituenten. Morfologie kan, dus in het Nederlands doet morfologie weinig fonologisch interessants, in die zin dat wat morfologie meestal is een stam nemen en dan een of ander voor- of achtervoegsel nemen en dat er voor of achter plakken en dan misschien eventueel nog wat klanken aan elkaar aanpassen. Het Engels heeft al een fenomeen dat heet expletive infixation. Dus het infixeren. Dus niet, het is niet affigeren, maar infigeren. Dus het is niet aan de zijkanten toevoegen, maar in het midden toevoegen van een expletief. Dus een scheldwoord. En om het een beetje beschaafd te houden, kies ik hiervoor bloody. Ik denk dat sommige Engelsen dat ook nog niet zullen accepteren als mateloos beschaafd. Maar goed, we doen het daar maar mee. En dus dat bloody kan je infigeren. Kan je binnen in een woord zeggen. Je kan zeggen fan-bloody-tastic. Fan-bloody-tastic. Dat kan dus ook met andere twee lettergrepen gescheld worden.
Fan bloody tastic. Je kan niet zeggen fanta bloody stick. Je kan niet zeggen fair bloody tastic. Je voegt dat bloody kun je invoegen, maar je kunt het niet zomaar overal binnen in een woord invoegen. Maar moedertaalsprekers van het Engels die kunnen dat ook echt meteen zien. Dus als je, laten we zeggen, amalgamate. Dat is een niet heel erg frequent werkwoord. En zeker niet ook niet een soort frequent werkwoord dat je graag combineert met een scheldwoord. Maar het zou wel kunnen. En als je dat nu voorlegt aan een spreker van het Engels die dat nog nooit eerder heeft gehoord, dan zal die zeggen amalgam bloody mated. En niet amalgam bloody ated. Of niet amal bloody gemated. En het idee daarbij is dat je dat bloody voegt in het woord voegt, maar dat je daarbij de voeten die het Engels heeft, de trochese voeten die het Engels heeft, intact laat. Dus in amalgam bloody mated, mated is zo'n voet en bloody wordt daar onmiddellijk aan toegevoegd. In a bloody amalgamated zijn malga en mated allebei trocheeën en bloody wordt daaraan toegevoegd. Maar als je zou zeggen amal bloody gemated, dan komt bloody midden in een oorspronkelijke voet te staan. En dat kan kennelijk niet. Dus deze invigering, wat een morfologisch proces is, is gevoelig voor prosodische constituenten, voor fonologische constituenten. En daar zijn er meer van. Een heel bekend voorbeeld, een heel goed bestudeerd voorbeeld, is dat van reduplicatie. Het is heel goed bestudeerd in een deelgebiedje van de fonologie dat heet prosodic morphology, prosodische morfologie, waarin wordt aangetoond, waarvan de centrale stelling is, al dit soort, alle morfologische processen die gaan over klanken, die iets doen met klanken, die respecteren daarbij altijd de fonologische hiërarchie. Die kijken naar de fonologische hiërarchie, die nemen niet zomaar willekeurige groepjes klinkers en medeklinkers, nee, die kijken naar de prosodische hiërarchie. Nou, reduplicatie is daar dus een goed voorbeeld van. Hier zie je een voorbeeld van reduplicatie in Ilocano. Zoals in veel talen wordt reduplicatie gebruikt om meervoudigheid uit te drukken. En bijvoorbeeld kaldin betekent geit en kaldin betekent geiten. Pusa betekent kat en pusa betekent katten. Klasse betekent klas, duidelijk een leenwoord. En klasse betekent klassen. Enzovoort. Janitor, janitor. Als je nou kijkt naar deze voorbeelden, dan zie je dat je niet zomaar de eerste lettergreep neemt en die kopieert. Dat gebeurt wel in kaldin, maar al niet in pusa. Want de eerste lettergreep van pusa is waarschijnlijk pusa. Als je niet meer weet waarom dat waarschijnlijk zo is, dan moet je nog even terugkijken naar de video over lettergrepen. Maar het is waarschijnlijk poesa. En waarom kopieer je dan poesa? Nou, de wens is in Ilocano dat wat je kopieert, de eerste lettergreep van zo'n gedupliceerde vorm, is een zware lettergreep. Dus de reduplicatie heeft de wens dat de eerste lettergreep een zware lettergreep is. Je zou kunnen zeggen het morfeem, het meervoudsmorfeem in Ilocano, is een zware lettergreep zonder eigen klanken. En die eigen klanken die worden gevuld, of die lettergreep wordt gevuld bij gebrek aan eigen klanken door de klanken die voorhanden zijn. Dus het is een zware lettergreep, het is gespecificeerd als een zware lettergreep met een lang rijm. En je hebt pusa, nou daar moet een zware lettergreep mee worden gevuld. En dus doe je pu is niet genoeg, dus neem je ook nog de S erbij. Terwijl een kal is genoeg. Dus kun je gewoon die lettergreep kopiëren. Nou, dit is een voorbeeld van hoe je lettergrepen redupliceert in Ilocano. Ilocano heeft trouwens ook vormen van reduplicatie. Die vind je in het boek. Waarin je niet een zware lettergreep redupliceert, maar een lichte lettergreep. Er zijn ook talen waarin je niet lettergrepen, maar voeten of woorden redupliceert. Hier zie je een voorbeeld van het eerste. In het diari kopieer je een voet. Villa
wordt in het meervoud wila wila. Kanku wordt in het meervoud kanku kanku. Maar kulkunga, kulkunga wordt in het meervoud niet kulkulkunga, zoals het in het Ilocano zou zijn, maar kulku kulkunga. Je kopieert dus de eerste twee lettergrepen van het woord. En wat zijn de eerste twee lettergrepen? Die zijn samen een voet. Als ik het heel goed heb, heeft Diari ook inderdaad trochese structuur. Dus de naam zal ook wel Diari zijn. Voeten kunnen worden gekopieerd. Woorden kunnen ook worden gekopieerd. Een voorbeeld daarvan is Indonesisch. Ook weer meervoud. Dus wanita betekent vrouw en wanita wanita betekent vrouwen. Masyarakat betekent maatschappij. En masyarakat, masyarakat betekent maatschappij en de verenigingen. Dus daar kopieer je het hele fonologische woord. Oké, dus dat zijn kort wat voorbeelden van morfologische aanwijzingen. Reduplicatie over hogere orde structuur, over fonologische frases, intonatiefrases en zo bestaat bij mijn weten niet. Dat is ook heel logisch, want reduplicatie is een morfologisch proces. En in een morfologisch proces kun je niet kijken naar dingen die groter zijn dan een woord, zelfs al is dat een fonologisch woord. Bij mijn weten bestaat het ook echt niet. Zeker voor intonatiefrasen bestaat het echt niet als een morfologisch proces. Dit is ook maar slechts een kleine proeve van wat de morfologie dan wel allemaal kan. De morfologie, er zijn veel meer voorbeelden van invigering. Er zijn veel meer soorten voorbeelden van reduplicatie. En zo zijn er nog tal van interessante morfologische processen die aan lijken te sluiten op de fonologische structuur. En dus ook extra aanwijzing geven over de, ik zal maar zeggen, de psycholinguïstische realiteit van die fonologische structuur. Volgende week gaan we nog wat dieper in op de relatie tussen fonologie en morfosyntaxis. Vanuit een iets andere invalshoek dan deze prosodische hiërarchie valt er namelijk ook nog wel iets over te zeggen. Dan ook weer precies dat snijpunt van het woord is niet alleen maar een snijpunt in de hiërarchische structuur, in die zin dat er dus bepaalde soorten evidentie gaan die lijken te gaan over alles tot en met het woord, zoals dingen die te maken hebben met stemhebbendheid, en andere die gaan over het woord en alles wat groter is, zoals dingen die te maken hebben met klemtoon en accent. Maar ook in de manier waarop de fonologie eigenlijk precies opereert. Het soort processen dat je vindt. Hogere orde fonologische structuur blijkt op een andere manier om te gaan met uitzonderingen, bijvoorbeeld. Nou, meer daarover. Deze spannende cliffhanger kun je natuurlijk niet langer wachten dan. Maar je moet toch wachten op het volgende college. College 9.